De kinderen en de ouders die we tot nu toe hebben gesproken, die hebben ons verteld dat er nooit beloofd was om zaad van de eigen partner te gebruiken, maar om zaad van een anonieme donor te gebruiken. Gynaecoloog Jos Beek blijkt jarenlang zijn eigen sperma te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen in het toenmalige Elisabeth ziekenhuis in Leiderdorp. Wij werden gebeld door de FIOM. En de FIOM is een organisatie die gaat over afstammingsvraagstukken. En die vertelde ons dat er een aantal kinderen gematcht waren aan het DNA van deze arts. Voor zover we nu weten heeft het gespeeld tussen 1973 en 1986. We hebben onderzoek gedaan of er dossiers zijn uit die periode, maar die zijn helaas vernietigd na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn. Maar uiteraard zullen wij de commissie vragen om verder te onderzoeken wat er wel boven water te halen is. En wat zou dat dan kunnen zijn? Nou, wij zijn bijvoorbeeld benieuwd naar wat is de werkwijze geweest van deze arts. Op welke manier ging hij te werk op de polykliniek? Wat vertelde hij aan ouders? En wat deed hij dan in de praktijk? We hopen daar toch wat meer antwoorden op te krijgen. Inmiddels zijn 21 kinderen van de gynaecoloog opgespoord. Ook werd contact gezocht met het gezin van de in 2019 overleden arts. We hebben contact met het gezin uiteraard, omdat ook zij natuurlijk hierbij betrokken zijn. Ja. En hoe reageerden zij? Zij wisten al dat dit speelde, dus zij waren door de FIOM inmiddels hier ook over geïnformeerd. En ook voor hen was dit natuurlijk in eerste instantie echt schrikken dat dit was gebeurd. De commissie die een soortgelijke zaak in Zwolle onderzocht gaat nu ook in Leiderdorp aan de slag. Die commissie die staat onder leiding van professor Didi Braat. En die gaat voor ons dat onderzoek doen en hoopt in juni haar rapport op te kunnen leveren. Wij sluiten in ieder geval niet uit dat de groep groter is dan 21... Dus daar houden we rekening mee. Ja, en hoe groot die groep dan exact is, dat is op dit moment eigenlijk niet te zeggen.